steeds keurig mooi erbij, maar ik doe hem niet open nu. Omdat we straks weg moeten. Goedemiddag lieve vrienden, welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En we leven vandaag op, heb ik gezien, 20 oktober. 20 oktober. Ja, dat zei ik al, 20 oktober, 12 uur 43, ja. En wie ik aan de telefoon, aan mijn mobiel, Karin, ja. Ik moet opschieten, want om 1:30 staat Mary voor mijn neus. En ja, alles draait weer om onze kleine prinsesje Eowyn. Die wordt vandaag door Mary en mij naar het crematorium gebracht. En jullie gaan mee. Ja, want ze weten dat ik vlog. En ik hoop dat ik daar ook mag vloggen. Daarom gaan jullie ook gewoon wel mee. En trouwens, als ik privé bij Eowyn sta, dan mag ik sowieso vloggen, denk ik. Ja, dan sta ik daar privé in, er is dus niemand bij. Ja, Mary, nou die is het gewend. Dus lekker belangrijk. Het is hier echt ook... Oh, er is een witte bus voor mijn neus. Ja, dan wordt het nog donkerder. Okay. Ja, een witte bus van postpakket. Maar welke postpakket, dat staat er niet op. Nee. Maar het is hier grauw, grijs, triest, rot weer, het is donker weer, het waait, het is koud. En bij Karin is het beter weer dan hier. Dus ga allemaal maar naar Den Haag toe, daar is het beter weer dan in Den Helder. Dus hier wegblijven, zou ik maar zeggen. Ja toch? Of niet dan, Karin? Hallo? Ja? Ik zei of niet dan? Ja, precies. Lekker hier naartoe komen. Ja, allemaal naar Den Haag. Want daar is het beter weer dan in Den Helder. Maar ja, maakt niet uit. Wat ik nou wel ga doen, dat is met die dame daar wandelen. Ja, dat ga ik ook hier zo doen. En, want ja, om 1:30 staat Mary voor de deur. En ja, ik zou de dierenarts ook gebeld hebben om te vragen hoeveel kilo ze nou was. Nou ja, kilo, gram, weet ik veel. Hoe zwaar ze hoog. En ze staat nou in de schuur, want ja, er gebeurde wat, dat wil ik niet hebben, nee. Dat wou ik niet. Ik denk, ze gaat mooi naar de schuur, daar is het ook lekker koud. En het was vannacht ook goed koud. Ik denk, nou, want ik vernikkelde gewoon buiten met het lopen van Rijka. Ik denk, nou, ze gaat lekker even de schuur in. Beter. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet jullie van jullie dag. Doet me de glimlach. Probeer ik ook vandaag nog een keer te doen. Lukt het me niet, hebben jullie pech gehad. Ja, en ook ikzelf of een ander. Maakt mij niet uit. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn broodje klaar. Ik heb mijn koffie bij me staan. Ik ben alweer terug met Rijka. Ik heb Eowyn en de korf helemaal ingespoten en die heb ik naar binnen gehaald, staat ze weer. Ze ligt er nog steeds keurig mooi erbij, maar ik doe hem niet open nu. Omdat we straks weg moeten. Ik heb een deurtje open. Ik heb er helemaal ingespoten gehad. Dan weten jullie wel hoe ver het was. Ja, ja, ieder huisdiertje heeft vlooien. En ik had het wel behandeld, maar ja, op een gegeven moment kon dat niet meer. Dus ja, de vlooien die brachten haar al weg, dus ik heb er nou ingespoten. Dus. En vannacht buiten gehad, nou in de kou gaan ze ook dood, want dan kunnen ze niet tegen. En het was vannacht koud hoor, echt wel. Mag ik eens eten. Waarom spring jij niet? Frodo had gesprongen. Jij wil hebben dat laten vallen, hè? Ooit is goed. Nou, de buffer met haar trolley, die werkt weer. Ze is wel een tijdje invalide geweest. Ze
had een operatie in de been gehad, ja. Gandalf is ook binnen. Die zal trouwens kijken of die wilt komen beneden. Gandalfie. Gandalf. 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 Kom je? Nou, die heeft kennelijk geen zin. Dan niet hoor. Nee, dan maar niet. Moet hij het zelf weten. Had hij ook wat kunnen krijgen, maar hij wil niet komen, nou dan niet. Maar oké, lieve vrienden, ik sluit weer even af. Kijk, fatsoenlijk even verder eten. En ik pak jullie er straks gewoon weer erbij, ja. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ga kijken dan. Oké. Hey. Oh. Even uitrekken. Nou. Hé. Hey. Kom maar dan. Goed zo. Ja. Goed zo. Ben zo lief, hè. Je bent zo lief, hè. Ja. Ja, ja. Ze begrijpt het maar al te goed. Ja, ze heeft gisteravond ook met de voorpoten weer op de eettafel staan. Nou ja, waar ik normaal gesproken niet toe. Jij hebt eten. Jij krijgt vanavond een sleesje. Hmm. Wat ben je mooi. Mooi hoor, hè? Ja. Ja, zeg maar, ik ben lief. Nou vrouwtje, ik ben toch hartstikke lief. Ja hoor. He? Maar jij hebt het ook mooi zitten, schat. Jouw haar. Ja. Wat die anders meer nou, hè? Ja. Daarom zei ik nou nog een kleurtje erin, net als ja, bij mij. Ja, dat lig je maar uit. Oh, zit er een lichtje op? Oh, wist ik niet hoor, dat die aardig... Maar nou moet hij uitwezen, toch? Ja, hij is uit. Mooi, daar gaat het om. Had ik hem nog op van de week staan, s'avonds. Ja, lieve vrienden, en zoals jullie zien, we zijn onderweg met het Denkietooitje. Ewen die staat op de schoot met de bak. Meren die vroeg al, moet ze achterin? Ze nee, op mijn schoot. Simpel. Nou, dan hebben we de Esso. En ik word niet eens niet gespoeld, maak ik nog reclame ook. Ja. Godverdikke. Niet gesponsord worden, toch reclame maken. Hoe doe je dat? Ja, gewoon doen. We gaan onder de duinen door, nadat deze Denkietooi niet op de grote weg mag. En op die manier komen we er ook. Ja, dus de toeristische route, terwijl we niet toeristisch zijn momenteel, qua stemming. Want ook Mary is net zoals ik verdrietig om onze Eeuwin. Hè, Mary? Ja, inderdaad. Ja. Het verleden jaar die van mij weg. Ja. En nou, onze Eeuwin. Ons prinsesje. Oh. Maar ja, oké, lieve vrienden. Jullie weten, we zijn onderweg. Dat straks als we eraan komen. Of misschien eerder, ik weet het niet hoor. Weg eraan. Kijk, er heen de uitkijktoren. Maar in ieder geval, dat ligt er helemaal aan hoe en wat. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Nou, lieve vrienden, we zijn gearriveerd. En ik dacht, dat ding kan toch nog wat harder dan dat Mary denkt. Want we zijn een dik half uur te vroeg. Dus, ja. Aan een hele mooie, rustige weg. Heel rustig. Tussen de landerijen, boerderijen, etc. Busje komt zo.
En jij met je hondjes op je jas. Wat voor hondjes zijn dat? Ik zou het niet weten. Het zijn puppies, sowieso. Het zal wel zo kunnen. Ja. En dat is de Dinky Toy van Mary. Leuk karretje. Nou, daar staat Eeuw in. Hè? Kunnen we erbij komen? Oh. Meisje, hoe lig je er mooi bij, hè? Wat ben je? Oh, mijn kind. Oh, mijn meisje toch. Je ligt er zo mooi bij. Oh, mijn meisje toch. Zo mooi hebben ze het verzorgd. Mijn meisje toch. Mooi kussentje onder het kopje, hè. Ja. Ze ligt er zo mooi bij. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Althans, ik ben weer thuis. Ze lag er heel mooi bij. Ze had het heel mooi verzorgd. Gelukkig ben ik blij dat ik, dat Frodo en dat, met Arwen, dat ik daar Aslan heb gekregen. Want dat was toen niet helemaal goed besproken. Want je kan ze samen met andere dieren laten cremeren. Dat is natuurlijk uiteraard goedkoper. Maar dan krijg jij geen as. En dan worden ze daar uitgestrooid. Je moet wat meer betalen, uiteraard. Maar dan krijgt het beestje alle zorg die ook een mens behoort te hebben. Het is niet maar een dier. Het is wel een levend wezen. Het is een deel van je gezin geweest. En nog. Ja, dat. Ze wordt nou mooi keurig netjes alleen gecremeerd. En niet bij andere dieren. Want dan krijg je geen eens niet het af. Nee, dan krijg je dat niet. Ik heb dat wel gekregen. Maar de vorige keer was ik nog vele malen meer kwijt, omdat de dierenarts ervoor zorgde. Want dan werd het met ambulance afgevoerd. Nou, we hebben het zelf gedaan. En ik krijg telefoon wanneer ik er weer op mag halen. En dan kunnen we de tijd in de dag zelf indelen wanneer we erheen kunnen. En dus ja, dat hoor ik dan wel. Want het is nou niet binnen de 48 uur, maar gewoon ja, wanneer. Omdat het ook nog corona is. Het is nou, loopt allemaal op een andere manier. Het is ook drugs kennelijk. Maar in ieder geval ja. Want wij moesten ook een hele tijd wachten tot we naar binnen konden. We hebben eerst een hele tijd nog in de auto gezeten. En toen, ja, toen kwam er een man en een jongen buiten meer. Die kwamen enkel even te roken. Dan ging die man alweer naar binnen. Ja, lekker dan. Weet je? Maar oké, dat duurde heel erg lang voordat dat afgehandeld was. En toen konden wij op een gegeven moment naar binnen. Nou ja, eerst even zitten te praten terwijl ik Eeuwen in die reismond naast me stond. En daarna heeft ze Eeuwen meegenomen met mand en al. En ze heeft het netjes heel mooi erbij laten leggen, uit die mand weggehaald. Want ja, die mand die moest er weer mee terug, want die is niet van mij en die is van Wilma. Die moet ik schoonmaken met Dettel. Maar als dat in de scheur, ik heb nog geen zin in. Ik ben te verdrietig, te moe, te emotioneel. En ik, ja. Het zit me tot de dag. Ik ben even meer dan, ja, het is genoeg. Ik zeg om de handklap al, wanneer houdt het voor mij eens op? Ja, ik bedoel, ja, nou kan dat, of die is ook op leeftijd, die is 12. Dus ja. Maar ook, ja, hij komt buiten. Het kan ook zomaar wezen dat hij eens een keer door een auto wordt opgepikt. Want hij doet gevaarlijk. Hij kijkt niet uit. Hij blijft van de weg zitten. Als er een auto aankomt, oké.
Ze weten allemaal dat het Gandalf is. Ze zijn allemaal gek met hem. Dus ze weten dat ze dan eraan vooruit moeten kijken. Maar in ieder geval, Rijker, die heeft me er net helemaal eventjes kusjes gegeven. En getroost, ook zo lief. Hé, Rijker? Rijker? Kom eens. Kom eens, meisje. Kom eens. Kom een kind. 1, 2, kom eens. Even draaien. Zo, hè. Oh, voetjes op voor de dieven. Waar is Ewen nou? Hé, Ewen weg, hè. Ja, Ewen weg. Mijn meisje. Want ja, dat doe je normaal. Ja, dat is de poot van het statief. En daar ben jij. Kijk, daar ben jij. Oh, zo'n mooi lief hondje. Lekker ding. Hè? Maar oké, lieve vrienden, ik ga sluiten. Want ik heb ook een appje binnengekregen. En ik zou kijken van wie dat was. Want daar heb ik nog niet naar gekeken. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ik ben daar momenteel te verdrietig voor. Ja. Misschien morgen weer wat beter, ik weet het niet. Eerst maar zien. En als je ziet dat ik hoeveel afwas er staat, ben ik ook niet aan toegekomen de afgelopen dagen. Nee. Ik zat meer met Eeuwen op mijn schouder dan wat anders. Ja. En dan ben je meer met andere dingen bezig dan dit gedoe. Maar ja, komt hopelijk allemaal wel weer goed. Ik wens jullie heel veel liefde. Geniet van alles. Ik wens jullie ook smakelijk eten. Ik heb al gegeten. Ik heb dat gehad van Mary. Ik wens jullie ook een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet van elkaar. Geniet met elkaar. Geniet vooral ook van jullie diertjes als jullie die hebben. Want ja, jullie zien het maar weer. Het leven is zelfs te kort. Het is zomaar voorbij. Eer dat je het weet. Dus ja, heb elkander lief. Ja? Alsjeblieft. Doe het niet alleen voor mij, maar ook voor jezelf. Ja. En verlaten natuurlijk welterusten met mooie dromen. En uiteraard ook weer gezond uit je bed zien te komen. En hopelijk tot aan de andere kant van de dag. Kijk niet raar op als ik morgen een dag niet vlog of zo. Dan is het over een paar dagen weer wel zo. Voor nu zou ik zeggen, tot later. Doei.